Ik sta hier met Molle Plum. Dat is een 18 jaar oude koe. En deze koe is bijzonder om haar leeftijd. In de vleeshandel gezien is dit de ultieme worstkoe. Deze koe, daar zal niemand meer wat mij willen. Alleen om haar worst van willen maken. In de westerse wereld zijn koeien van deze leeftijd in principe volledig waardeloos. Dat heet dan worstkoeien. Dat vlees dat is niet traceerbaar. Dat gaat in allerlei producten waarbij je weet dat er vlees in zit, maar geen idee hebt wat het is. Het is een bijzonder verhaal geworden, deze koe. Dat komt eigenlijk doordat Geert Burema van Merkelbach hier iedere week zijn kalfje komt uitzoeken bij ons in de stal. Op een gegeven moment, vorig jaar zomer, stond er een koe met een kalfje, toevallig ook in dit hok. Dat was deze koe. Broodmager was die koe en die kwam van buiten uit de koppel. De koe was niet meer in staat om te grazen, omdat hij miste te veel tanden. In het voorjaar ging het goed toen het gras nog hoog was. In de zomer werd het gras korter. En toen kon hij het gras eigenlijk niet meer afbreken met zijn tong en moest het echt met zijn tanden doen. En met twee hoektanden lukte dat niet. Toen is hij erg vermagerd. Toen hebben we besloten om hem binnen te halen met een kalfje. Dit was haar laatste kalfje. Ze heeft waarschijnlijk 15 keer gekalfd in het leven. En deze koe, die hebben we met goede voeding rustig afgemest. Daar hebben we er een jaar de tijd voor genomen. Dit is de absolute top op het gebied van vlees. Omdat deze koe de meest donkerrode kleur heeft. Vol van smaak is. Ook door haar leeftijd heeft ze gigantisch veel smaak. Eigenlijk is dit het meest mooie, unieke stuk vlees wat er maar is. Ik ben Jos Jeuken. Ik ben een biologisch dynamische akkerbouwer en ook veehouderij hebben we aan huis. We hebben een kudde koeien van 30 zoogmoederdieren met een 25 kalfjes erbij. Die lopen hier in dit gebied, bosachtig gebied van natuurmonumenten met gras omzoomd. De koeien lopen hier de hele zomer, begint vanaf mei tot november. In november halen we ze weer naar huis en komen ze bij ons op het bedrijf in de stal. Molle Pleun is hier niet geboren, maar heeft hier 10 jaar gegraasd. Ze is geboren bij ons thuis. Ze heeft een aantal jaren in Oostvaardersplassen gegraasd, toen dat daar te druk werd. Toen zijn we naar hier verhuisd. In 1995 is ze hier gekomen. Ze is een supergoed dier. Ze heeft 15 kalfjes aan ons gebracht, waarvan we er nu nog, denk ik, nog wel 6 of 7 binnen de kudde hebben als nazaten. Molle Pleun was een dochter van Pleun en Pleun is onze stammoeder. Nou, daar is Molle Pleun uit geboren, daar is Lotte Pleun uit geboren, daar is Sanne Pleun uit geboren. Ze hebben dus allemaal de moedersnaam ook meegekregen. Geert vroeg me hoe oud normaal het vee wordt, of de dieren die geslacht worden. Normaal gesproken is dat 18 maanden. Tot 18 maanden groeien ze ontzettend hard en vanaf 18 maanden gaan ze heel langzaam groeien. Een beetje vergelijkbaar met mensen, tot je 18 ongeveer groeien ook ontzettend hard. En vanaf je 18e tot je 30e groei je nog een beetje uit, maar is de echte groeispurt geweest. Dus na de echte groeispurt worden normaal runderen geslacht. In de hoofdzaak zijn dat stieren, omdat die niet geschikt zijn voor reproductie of voor melk. 18 jaar is dan wel heel bijzonder, omdat het eigenlijk het lijkt een komma verder. Het is 12 keer zo oud als het een normaal dier mag worden. Wat Geert en ik willen bereiken met deze koe, is dat je respect kan hebben voor een dier, dat je zorg kan dragen voor een dier. Maar dat je er ook kan opeten, omdat we namelijk gewoon in een kringloop leven en dat we het samen met de dieren moeten doen. We denken dat het gewoon een mooi moment is voor haar en voor ons om er een einde aan te maken. Hier schiet ik mee, hier gaat een kogeltje achterin. Daar wordt een veer gespannen, die druk ik af en dan komt er zo'n eind pen in de schedel. Die doorboort de hersenen. Er komt geen kogel in zijn kop, er komt gewoon een pen in zijn kop. Hier gaat het zometeen gebeuren, de beesten komen van die deur. Komen ze uit de stal vandaan, komen ze binnen. En dan doen we er met Molle Pleun doen we er twee tegelijk. Molle Pleun en een stier. Wel heel toevallig, maar die stier die is hier geboren. Nu komt hij hier weer zijn eindverhaal afleveren. Nou, even de opstap maken. Zo. Gaan we kijken. Je bent hem gewend. Ja. Zo. Hé. Zo hoor. Mag ik even achter je langs? Hé. Kom maar. Zo. Hé, hey, vriend. Kom eens hier. Kom eens hier. He? Ja hoor. Zo. Nou meisje. Hé. Zo. Hé. Dat is het hele verhaal van doden.
Even wachten, Emmy. De schedel moet apart blijven, intact blijven. De tong moet aan de schedel blijven straks. Want die wangen die moeten open gesneden worden door de keuringsdienst. Ter controle van eventuele lintworm, eitjes en andere afwijkingen. Ze kunnen aan die kop vrij goed de gezondheid zien van een dier. Weinig sporen van de tand destijds. Ja, ik heb mijn 19 jaar nog compleet net de gewrichten. Schiet er zo tussen. Hij heeft de gewrichten van een jonge koe. Hij is in prima conditie. Want normaal gesproken, boven de 10, 12 jaar, zijn die gewrichten in elkaar gezakt. Moet ik ze afbreken. En nu ging het eigenlijk heel soepel. En dat zegt wel wat over de gezondheid van de koe, van het hele gestel van het beest. Die eigenlijk, ondanks de hoge leeftijd, nog weinig sporen van ouderdom laat zien tot nu toe. En dus op zich, voor het vlees is dat een goed teken, voor het dier, dat het geen kwellerij geweest is om zo oud te laten worden. Alles zit eigenlijk in elkaar, zoals bij een jonge koe. Hij heeft een mooie vetbedekking. Hier komen vier magen eruit, darmen. Hier hebben dus menig kalfje in gezeten. De eileiders, maar er zitten eierstokken, die zijn niet meer voorradig als... Nee, dat had heel veel moeite gekost om daar nog een kalfje in te krijgen. Hij is echt optimaal gebruikt. Nou haal ik de lever los van de aorta. Dit is de aorta. Een dikwandige ader met allemaal zijtakken de lever in. Moet intact blijven, de keuring. Dus kerngezond. Hartslagaders, kraanslagaders zijn allemaal netjes. Als een niet gezonde jeugd, dan laat dat sporen in het lichaam achter. De longen zitten vast aan de ribben of ze hebben hier vliesjes of bultjes. Maar ja, de longen zijn helemaal gaaf zo te zien. Wel een beetje grauw geworden, maar ja, dat mag na zoveel jaar. En dat was die. We zijn klaar met Molle Pleun. Hij wordt nu gewogen, het karkas. En dan gaat hij de koeling in. Hij had er 8 kilo van af van Tara. Dus dan weegt hij 370,4. Ja, hier hangen al onze kaskonnenkoeien en kalveren. En hier worden ze afgehangen. Ze komen binnen en dan worden ze verwerkt. Een paar delen worden er afgehaald. En dan laten we ze hier al 21 dagen rijpen. Ik ben Henk de Slager van Lindhof en ik begaan koe uitbenen voor Merkelbach. Een oude dikke koe van 70 jaar oud. Wat? Nou, we gaan nou de schenkel uitbenen. Die gaan we eraf steken. In zijn geheel. Schenkel. Ik ga nu het heupbeen lossnijden om een beetje ruimte te creëren om het biefstuk ertussen uit te halen. Kijk, hier zit een bilpijp in het heupbeen, dan ga ik nou scheiden van elkaar. Slotlapje eruit halen. Dit heeft ongeveer 5 weken afgangen. Dan moet het zachter maken en dat gebeurt ook. De structuur wordt wat betere kleur, smaak, je krijgt veel meer smaak aan het vlees. Zo, dan heb ik de heupbeen doorgezaagd en dan ga ik hem eruit snijden. Wat mij opvalt, dat hij keihard is, omdat hij zo lang gehangen heeft. Kwaliteit winterstrijd. Hij is 70 jaar oud. Maar hij snijdt goed, dus dat betekent dat hij zacht is. Als hij niet snijdt, dan is hij ook niet zacht.
Hoe oud hij nou precies is, ja, dat kan ik niet schatten. Ik weet dat hij 70 jaar is, maar een leek kan het nooit zien natuurlijk. Want er zit geen kraakbeen meer in. Dus dat betekent dat hij al ouder is als 6 jaar. Hij is zacht, kijk, je kan het ook voelen. Hier zit ik in de dikke lende hier ook. Hij is gewoon botermals. Ik ga hem nou schillen, de buitenkant eraf schillen, om de smet weg te halen. Kijken wat er onder vandaan komt. Dan krijg je mooi donker vlees, donkerrood vlees. Maar dit is gewoon dus zeg maar 5 weken afgangen. Dat moet gewoon helemaal weg. Er zitten bacteriën op allemaal, dat moet gewoon afgesneden worden. Nou, dan gaan we de bovenbeel eraf halen. Het grootste biefstukgedeelte van de stomp. De bovenbil. Met deksel nog. Nou, biefstuk. Dan ga ik nu de muis eraf halen. De achtermuis. En dan ga ik nu het laatste been eruit halen, de bilpijp. Even mijn mes aanzetten. Nou, dan gaan we zijn knieschijf er even uitlichten. Knieschijf. Ik gooi alles gelijk even in de bakken. In principe mag dat niet op tafel liggen. Schenkel. En de bilpijp. Nou, dan gaan we nu het spierstuk eruit rollen. Kijk. Die rollen we eruit. Zoals we dat noemen. Nou, dan krijgen we nou de ezel. Algemeen bekend. Nou, een mooi stoofstukje. Eigenlijk een liesstukje. Dus een lies is het eigenlijk. In de slagerswereld is het gewoon ezel. En bij de koks is het een liesstukje. Denk ik. Gert? Nou, dan gaan we de dikke lende eraf halen. Het mooiste biefstukje van de koe. Zijlende. Op de ossaars na. Dikke lende. Bestaat uit zijlende, filet mignon en ja, een stukje stoofvlees. Gaan we het staartstuk even scheiden van de platte bil. Iets optillen, dan blijft hij mooi recht. Staartstuk. Peeseind. Er zitten ook verschillende delen in. Stoofstukje, biefstukje. Ja, en wat gehakt komt er vanaf. We hebben hier de platte bil. Daar kun je een mooi stukje rostbief van maken. That's it. Dat was hem. Dit zijn de grote delen van de stomp. Spierstuk. Ezel. Muis. Bovenbil met deksel. Hele dikke lende. Staartstuk. Platte bil. En het peeseind. Goed, molle pleun. Inmiddels geslacht in 5 weken afgerijpt in een dry age cel. We gaan nu een stuk van de schouder gaan we verwerken. Ja, het zijn allemaal een beetje verschillende delen. Het zijn wat stukken uit de nek en wat stukken uit de schouder. Ook nog een stukje uit de rib. Er komt toch behoorlijk wat vlees vanaf. Het is zwoerd van het varken. Dit ga ik onder op de bodem leggen van de pan. We gaan de buff à la gordienne maken, of buff à la gourdine. De Provenzaalse stoofschotel, eigenlijk een doopte buff, maar op Provenzaalse wijze. Dit vlees is een nacht gemarineerd in deze rode wijn. Geen gewone kookwijn, maar gewoon toch een behoorlijke fles opengetrokken hiervoor. Omdat het ook een heel bijzonder beest is natuurlijk. Hè. Molle pleun, 18 jaar oud. Dat mag wel met extra aandacht nog even bereid worden. Dus een nacht gemarineerd, goed uitgelekt de volgende dag. Het is gemarineerd met uien en wortelen. En een bouquet opgebonden. Er zit wat prei in, een majoraan. En ja, eigenlijk allemaal Provenzaalse kruiden. Oregano, peterselie, stelen, tijm natuurlijk. En wat bleekselderijstengels. Nu heb ik eerst even het vlees even aangebraden. Het bouquet er eventjes ook weer uit laten lekken. En even meegebakken met het vlees. Dit wordt een gerecht voor 150 personen. Dus er komt altijd nog wel iets meer bij kijken dan gewoon een pannetje op het vuur.
Normaal gesproken zou ik dit allemaal in één keer doorbakken, maar omdat het zulke grote hoeveelheden zijn, heb ik eerst even het vlees aangebraden en de boeketten even apart. En nu ga ik het samenvoegen en gaan we het stoven samen. Zout, peper. Royaal peper. Ik heb hier nu het boeketrolletje ertussen gestoken. Ik kan het straks, als het gaat stoven, gewoon zijn smaak afgeven. Ik ga beginnen met dit 3 uur ongeveer te stoven. En dan ga ik gewoon proeven, kijken hoe het vlees is. Soms is het altijd moeilijk te zeggen, heeft het met de leeftijd van het beest te maken. En ja, met welke deel het vandaan komt. Dus ik schat zo 3 uur, misschien 4. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt het wel 5 uur. Maar dan gaan we gewoon gaandeweg gaan we het af en toe even proeven. En wat heel belangrijk is dat het gewoon heel rustig kookt. Ik ga nu de marinade die we hebben gezeefd toevoegen. Het zal waarschijnlijk net niet genoeg zijn. Of net precies wel. Voilà. Nou is het wel een zaak denk ik dat we het heel rustig laten koken. Dat hij niet over gaat koken natuurlijk. Ik leg hier nu een vetvrij papier op en een deksel dat hij goed hermetisch gesloten is. Dat alle sap en alle dampen gewoon in de pan blijven. En dan heel zachtjes scharen. Thuis is het natuurlijk makkelijker om het gewoon in zijn gietijzeren braadpan met een deksel te doen. Wat ze in Frankrijk dan ook nog vaak doen, is maken ze een soort deegje van meel en bloem. En dan kneden ze zo de rand dicht met brooddeeg. Zodat er helemaal niks kan ontsnappen uit de pan. En dan gaat hij in de oven of op het fornuis. De stoof zit in de pan. Buff à la Gordienne. De hele rug gaan we op het spithuis. De barbecue is al opgesteld in de tuin. Dan gaan we dat heel langzaam, heel rustig roosteren. Hij is mooi op temperatuur nu, want je wilt niet dat hij direct uit de koelkast op het vuur gaat. Dan gaan we hem eerst op wat hogere temperatuur even dichtschroeien. Even flink vuur erop en dan op een lagere temperatuur heel langzaam door laten garen. Molle Pleun was eraan toe om geslacht te worden. Haar gebit liet het in de steek, ze kon weinig meer eten. Het dierenleven houdt een keer op en op deze manier het terug te brengen in de voedselketen voor de mens en daar ook nog dienstbaar in te zijn, is prima voor mij. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.